Nieuwe video! In deze video ga ik beginnen met de Road to Dark Matter Camo. Ik hoef nog maar één wapen goud te hebben. En dat is deze. De Combat Knife. Ik heb alvast gezorgd dat ik de 200 kills binnen heb. Maar nu moet ik ervoor zorgen dat ik de laatste challenges haal. De laatste challenges zijn 10 Backstabber Medals. 5 Survivor Medals. 5 Revenge Medals, waarvan ik al eentje heb. Dankzij mijn 200ste kill. 5 mensen killen, zijn wapen erop pakken en dan killen met hun eigen wapen. En dan nog 5 Bloodthirsties. Dit ga ik allemaal doen in Free For All. Iedere aflevering doe ik 2 potjes Free For All. En zal ik proberen om in zo min mogelijk afleveringen de Dark Matter Camo te halen. We beginnen nu op een potje Combine. Ik heb Kinetic Armor aanstaan. Voor stel dat mensen op mij beginnen te schieten, dan heb ik iets meer health om bij hen te komen. Want het valt natuurlijk niet mee met een combat knife. Eens kijken, wat... Dit zijn de challenges. En dan gaan we nu beginnen op een potje combine. En dan zullen we zien hoe het gaat aflopen. Ik ga gewoon random killen en ik zie wel wat er gebeurt. Ik denk dat ik eerst voor gewoon revenge kills en survivor medals ga. Dat gaat volgens mij het snelst. En we zullen wel zien hoe het gaat aflopen. Woehoe. Free for all. Hier hebben we hem, onze combat knife. Spant er altijd eentje achter, dus let hier altijd heel goed op. Dan gaan we beginnen. Get kinetic. Ja, tenzij je er niet iedereen inspant, hè. Oké, daar hebben we er eentje lopen. Ik heb ook trekker aan. Jij bent fraai. Nou, dat is al één survivor medal, als het goed is. Nou, blijkbaar niet, oké. Okay. Zou het wel verwachten. Maar ja, survivor is zeker als je echt bijna dood bent. Deze. Dat is een backstabber en een revenge, dus dat is al... Oh, dankjewel. Er zijn al 2 dingen binnen. Ja, gek, wat moet ik doen? Volgens mij hebben we hier een beetje een tryharder erin zitten, meneertje Harry hier. Kom op! Oh, dit is sliden, jongen. Dit is sliden. Weer een revenge medal. Die gast had al de Dark Matter. Ik binnenkort ook. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Kom hier! Niet omdraaien! Nee, 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 nee! Ze lopen er heel veel naar omheen. Wauw. Dit is zo moeilijk. Je wil ook niet weten hoe irritant het was om die 200 kills binnen te krijgen. Kijk, weer een revenge medal binnen. Oh. Nee, hou jou eens op. Hier, yeah, blijf leuk drukken. Oeh. Eens kijken. Cool. Ja, hier, hier. Nee. Ze zien je ook veel te snel. Je kan ook gewoon niks met die combat knife. Hostile UAV above. Daar. Zo, daar zijn al 5 revenge kills. Hostile hellstorm in. Oh. Daar. Ha. Ik ga denk ik zijn wapen pakken. En dan deze. Nee, niet die Gorgon. Nee, ik moet die ene gast ermee killen. Be advised, hostile lightning strike. Oh, ga nou eens weg. Nee, oh mijn god. Dat scheelde zo weinig. Ik moet zijn wapen... Hey. Jongen, doe nou eens rustig aan. Ik heb pas 7 kills, man. Zo'n vieze tryhard, jongen. En als ik iets niet nodig heb, dan is het zulke mensen. Ah, weer een backstabber. Dat was een backstabber zo. Oh! Oh. Had hier even wachten. Komt er een aan? Ah, hij loopt om. Daar. Was dat zijn wapen? Be advised. Hostile HCXD spotted. Ja, het zal wel. Oké.
Oei. Hoi! Ja, dat is dat alweer. Eens kijken waar we hem lopen. Hoi! Hij staat me op te wachten, want ik hoor hem niet lopen. Hier links zit hij dan sowieso. Zoals je kan zien is Trekker echt een hele fijne perk. Goh. Nee, jij bent vies, jij bent vies. Ga je jezelf wassen. Oh, het potje zit er al bijna op. Alleen maar omdat meneertje Triad erin zit. Hij zit hier boven. Ja, oh, dit haat ik zo, jongen, deze soort mensen. Maar ja, we hebben één camo binnen tot nu toe en we zullen zien welke medals we al binnen hebben. Hier, hij heeft ook al de dark matter, dus. Die is ook door deze hel gegaan. I like the best, ja. Yeah. Die kennen we onderhand wel. Pauw! Haha. Volgende keer wel. Let maar op. Oeh, en ook al bijna Prestige Master. Oh, yeah. Dan kunnen we tot level 1000 gaan beginnen. Wat dat gaat duren. Nou, zullen we eens even gaan kijken welke camo's we hebben. Ja, dat is al duidelijk, dat is de revenge camo. Tada! Dus kijken hoe dicht we bij die andere zitten. Oké, dus we hebben één backstabber maar, ook nog meerdere. Dat is het enigste, we hebben revenge en een backstabber erbij, oké. Dan zie ik jullie zo in de volgende ronde. Ronde nummer 2. Ah, op een infection, jongen. Niet de map die ik zou willen. Echt, totaal niet. We zitten hier in een playing game. En hopelijk is het nog niet al te lang bezig. Nee, dit is nog niet lang bezig, dus. Oh, backstabber is zo irritant, jongen, als ze zo stom gaan lopen. Is dat backstabber? Ja, toch. Jezus, hoe is echt een backstabber? Ho, let op dat. Daar. Maar heeft deze gast ook dead silence aan staan, want ik hoor hem bijna niet. Daar. Nee, nee, nee. Nee! Oh! Probeer gewoon te gaan voor die bloodthirsties. Dat is één van de moeilijkste dingen natuurlijk. Oh, echt die combat knife in dit spel is zo slecht. Je krijgt geen lunge of iets meer. Hè. Maar alleen maar bij die ripper nog. Dat je dan naartoe schiet. Ik heb er hier ergens eentje. Kom. Oh ja! Zijn deze oppak? Dan zou ik hier dus kills nu. Dat is hem niet. Dat is hem. Ja, dat is één. Kinetic armor, good to go. Dan moet ik deze gasten gaan opzoeken. Daar. Is dat hier eens? Clean kill.
wel hier eentje. Ik weet eigenlijk niet eens hoe die gast heet, man. Daar liep hij. Nee! Oh, alleen omdat die stomme enemy er kwam. Dan hebben we gelukkig nog een UAV. Dus we kunnen tenminste de enemy zien. Ik weet niet wat voor mongol dit is. Lopen is fucking normaal, man. Ja, dat is één. Maar heeft hij een razorback? Ook al, wat loopt iedereen hier met een razorback te doen, man? Eens kijken of hij een spant. Spant hier? Denk ik niet. Oké, dus. Was het? Nee, dat is hij niet. Oh, dat is hij wel. Huh? Of niet? Ik heb geen idee. Waar is iedereen? Daar is iedereen. Eens kijken. Daar. Nee, ga weg. Ik moet deze gast killen, waar is hij? Oh, hij loopt zo. Nee, waarom heb je nou een sif, man? Suggel. Kom. Oh! Yo! Hier, survivor, die heb ik nodig. Hallo? Deze, jouw shit. Oh, je hebt nou een VMP. What the fuck heb jij op je VMP staan? Ja, dit was wel zijn wapen. Maar hij switcht de hele tijd. Hij weet niet echt waar hij moet pakken. What the fuck, jongens? Deze reticule. Ja, bloodthirsty, jammer. Moet mijn combat knife. Ik wil zijn ding wel. Kut. Oh wauw, deze gast. De code, hierboven. Ben jij ermee? Ja, dat zie je. Nee, oh, wij lopen hun continu met een andere klas te doen. Nou, ja, het was zijn wapen, dus hopelijk telt dat een paar keer. Da ja! Dan moet ik Obi zoeken. Obi 012. Oh, dat is deze mongol. Wie verzet zoiets? Dat is Obi niet. Maar ja, moet er maar mee gaan, hè. Even hier. Nee! Oh mijn fucking god! Heeft hij mijn... Oh nee, hij had een andere knife. Wat dan nog? Kom hier. Je hebt je razorback op je rug zitten, man. Ja, en dat is die gast met die koede. En daar heb je hem met zijn... Oh. Hij moest fucken. Oh ja. Weer een backstabber, hup. Kijk of hij hier achter was. Hij is hem nu, helaas. Dat is een andere. Waar is hij? Daar. Oh. Yo, gast, sta stil. Eens kijken, waar zitten ze? Overal, netjes. Be advised, hostile UAV incoming. Nee, oh mijn god, die had ik moeten hebben. Nee, gast. Stomme boom. Oh ja! Eens
kijken of ik deze gast kan pakken. Hij lijkt niet echt iets door te hebben. Hij is echt dom. Oh. Oh, 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 oh. Wat is dit slecht? Waar ging die termite af? Oh hier. Kom hier. Draai hem. Ja, netjes. Nu zou ik eigenlijk zijn wapen moeten op. Kom dan, ja! Yes! Zou die ook tellen als wapen? Want ik had hem daarnet gekillt en hij heeft ook een combat knife. Kijk, zo doen we dat. Jezus, vlieg kende glimlach, hé. Nou, zullen eens kijken hoe we er nou voor staan. Dan zit deze aflevering er alweer bijna op. Eens even nog kijken naar wat er behaald is. Ik hoop dat we wel wat dichterbij zijn gekomen. We hebben dus een paar backstabbers, een paar backfires. Geen bloodthirsties. Eens kijken waar we allemaal. Great class. Oké, we hebben dus 3 backstabbers. Oh, we hebben al 3 survivors. Oh, en ook nog eens 3 van die. Ah, kijk, helemaal goed, dat gaat hard. Maar goed, dat was deze aflevering voor vandaag. En ik zie jullie weer in de volgende aflevering.